Dan moest je €200 per persoon betalen. Echt, de motor vind ik dat echt niet leuk. Geen beetje mis, maar stond het helemaal vast en file in de tunnel. Bij ons gaat het nooit in één keer goed. Welkom bij een nieuwe vlog van Irma Knol. Irma Knol, dat ben ik. Ik sta op dit moment nog in een hotelkamer in Luxemburg. Wij, is Gerda en ik, gaan nu op weg naar Italië. Ik ben in Luxemburg omdat ik daar 4 dagen in totaal met de motormeiden ben geweest. En daar een bochtentraining van 3 dagen heb gehad. De 4e dag is iedereen weer naar huis gegaan. Gerda is ook in Luxemburg aangekomen. En we gaan nu op weg. Het is bijna 8 uur in de ochtend. En we gaan kijken waar we vanavond uitkomen. Misschien dan wel in Italië, misschien ook niet. We gaan het zien. Ik ga af en toe even filmen met de GoPro en een stukje nog op de glamping, want natuurlijk, we gaan naar de glamping van Vakantie Kolkoren en dat is een nieuwe. Ik ben dit jaar in Denenkamp geweest, de nieuwe glamping van Vakantie Kolkoren. En ik ga dus zometeen naar Italië, naar Lago Idro. En daar is ook een prachtige nieuwe glamping. Yes, ben ik klaar voor? Klaar voor? Top voor. Top. Hoppakee. Let's go. Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?
200 kilometer van de 900 zit erop. We zijn in Frankrijk inmiddels. We realiseerden ons dat we eigenlijk best wel een aantal landen hebben gehad. België, Luxemburg, nu dus Frankrijk. Dus het gaat ontzettend fijn. Het is fantastisch weer. Het is nog steeds niet bloedheet. Het is een beetje warm, af en toe een beetje sluierbewolking. 10 voor 11 is het in de ochtend. En het gaat echt top. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Ik sta even lekker in de schaduw. We hebben natuurlijk koffie gehaald. Daar is Gert. Hallo. Hallo. Hallo lieve mensen. Hallo. Welkom op onze expeditie. Ja. Kijk, en daar staan de motoren. Wijs ik het nu goed aan? Ja, daar. De bedoeling is om vandaag 900 kilometer in één dag te rijden. En dat is niet iets wat we normaal gesproken doen. Normaal gesproken doen we de helft, dus doen we er 2 dagen over. Dat is gewoon heel relaxed, dat is gewoon lekker. En dan kun je even lekker douchen, misschien nog zwemmen als je een hotel met een zwembad hebt. We zitten nog steeds met de COVID-maatregelen en je mag wel doorreizen door de landen. Maar je moet bij elk hotel, of je nou in Duitsland, in Frankrijk, in Zwitserland of in Italië bent, een negatieve PCR-test overleggen. En dat was in Luxemburg wel mogelijk, maar dan moest je €200 per persoon betalen. Nou, €400 om ergens nog te kunnen slapen in een hotel en daar natuurlijk nog voor te betalen, vonden we een beetje overdreven. Dan is je vakantiegeld wel op, laten we het zo maar zeggen. We konden dan ook wel een test doen die goedkoper was in Luxemburg, maar dan krijg je de uitslag na 1 à 2 dagen. Die tijd hebben we niet. We moeten op een bepaalde tijd in Italië zijn. En we moeten ook op een bepaalde tijd weer terug in Nederland zijn. Dus die tijd is er niet. Ja, en dan heb je eigenlijk maar één keuze. En dat is rechtstreeks naar Italië. Want in Italië, daar komen wij aan. En daar kunnen we wel gewoon een test doen. En in quarantaine gaan. Want we zitten namelijk op een camping. Dus niets aan de hand. Op de terugweg zien we het wel weer. We zijn er een klein weekje, zeg maar ongeveer. Zoiets, ja, een week volgens mij precies. En op het terugweg hopen we dat de versoepelingen zo zijn dat we onderweg wel kunnen slapen. Ja, en anders zit er niks anders op. We moeten vandaag wel die 900 kilometer, nu dus nog 700 kilometer. Wordt een dingetje, denk ik. Maar als het verkeer zo blijft en het weer zo blijft, dan is het gewoon te doen. Dan is het echt te doen. En dan komen we gewoon vanavond in Italië aan. We bekijken het gewoon bij iedere stop, hoe we ons voelen. En we hebben wel een sneltest meegenomen. Die hebben we in het hotel gekocht. Stel dat we nou op de een of andere manier echt, of een of andere reden, echt niet meer kunnen. Dat we er gewoon op zijn. Dat kan natuurlijk. Dan proberen we het gewoon bij een hotel. Want misschien is het in de regio waar we dan zijn wel soepeler. Dus we gaan het gewoon bekijken, hoe we ons voelen. Misschien komen we vanavond op de plek van bestemming in Italië aan. Misschien proberen we toch ergens te slapen en laten we een sneltest zien en dat we negatief zijn. We gaan het helemaal zien. We gaan gewoon, zoals Gert dat zo mooi noemt, op expeditie. Dus hoe dan ook, we weten dat we negatief zijn. Maar ja, die PCR-test, dat is natuurlijk een dingetje. Sneltest is natuurlijk ook altijd prima. En we zijn ook al 1 keer gevaccineerd, dus dat scheelt natuurlijk ook al. We zijn nu bijna 230 kilometer verder. Dat is ook wel een beetje het maximum wat we kunnen rijden op onze tank. Maar er kwam gewoon geen tankstation. Dit was het tweede stuk, of het laatste gedeelte, de laatste 100 kilometer was enorm saai. Geen mooie glooiende heuvels, het was vlak. Het was gewoon niet echt fantastisch. En dat is dus dichtbij de Zwitserse grens. Nou, Zwitserland wordt natuurlijk weer fantastisch mooi. Daar zijn we vaker doorheen gereden, maar nog niet met de motor. Dus dat is ook wel weer heel leuk. 230 kilometer is wel erg lang. Normaal doen we dus 150 en nu meestal tegen de 200 kilometer. Dus we zijn de weg afgegaan, zijn in een dorpje terechtgekomen, hebben daar getankt. En voilà, een McDonald's. Dus toen keken we elkaar van, ja, dan hebben we toch in ieder geval weer iets in de maag. We hebben geen eten bij ons. En precies te zijn moeten we nog 490 kilometer. Bijna over de helft. Ik hoop dat we het vandaag gaan doen. We hebben weer 150 kilometer gereden. We zijn dicht bij de Gotthardtunnel. Die moeten we dus natuurlijk door. Dat is zo'n 17 kilometer, dacht ik. Maar we stoppen nu op een plek. Oh mijn god, die is zo mooi. Moet je eens kijken. Even een stukje. Kijk eens daar. Die berg. Die berg. Kijk eens wat mooi. Nog 44 kilometer. Het is bijna donker. Ik hoop dat we er net voor het donker zijn. Want als er ergens een is waar ik een hekel aan heb, is in het donker rijden. Vind ik echt, op de motor vind ik dat echt niet leuk. Niet prettig. Heeft alles te maken dat ik dat met de auto ook niet vind als ik de weg niet ken. Vooral
Want ik ben best wel een beetje nachtblind. En dat is wel een beetje een dingetje. Het ging heel goed, maar bij het Como meer, zeg maar bij het plaatsje Como, ging het een beetje mis. Want we gingen Como in plaats van richting Milano, oftewel Milaan. Daar stond het helemaal vast, file in de tunnel, bloedheet. En die Italianen en die Zwitsers die gaan overal tussendoor met scooters en motors. En wij zijn dan zoiets van, oh oké, nou laten we het ook maar proberen. Dus hebben we ook af en toe gedaan. Het is gelukt, we gaan nu gauw verder. Laatste stukje, 44 kilometer. Het is inmiddels de volgende dag. Ik weet niet meer wat voor dag het is, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Want ja, we hebben natuurlijk ook nog vakantie. De laatste 44 kilometer die je net zag, nou ja, dat zou eigenlijk heel makkelijk moeten gaan. En het enige waar ik me zorgen over maakte was of we voor het donker thuis, of thuis waren, op de glamping waren. Dat ging even mis. We zijn in plaats van op een rotonde rechtsaf gegaan, zijn we rechtdoor gegaan. We zijn door hele donkere stukjes gegaan, door een dorpje waar we stil stonden. Een heel lief Italiaans meisje probeerde ons nog te helpen, probeerde ons duidelijk te maken dat we weer terug moesten. 23 kilometer, dus we waren veel te ver doorgereden. Nou ja, en dat is natuurlijk helemaal niet erg, normaal gesproken. En ja, het was donker, we waren moe, dus we waren er eigenlijk wel klaar mee. Dus dat laatste stuk ging even mis. Maar door onze communicatie op de helmen hebben we elkaar constant moeten ingepraat. Kom op, we kunnen dit doen, het laatste stukje, we zetten het door. En daardoor zijn we gewoon met z'n tweeën lekker doorgegaan. En uiteindelijk zijn we er natuurlijk gekomen. Om 11:30 waren we echt in onze tent. Ik ga het straks allemaal laten zien waar we zitten. En toen waren we heel erg blij, maar ook heel erg moe. En dan voel je de vermoeidheid. Want waar we heel erg op gefocust waren, geconcentreerd blijven. Want dat ja, moet je altijd in de auto ook, maar op de motor natuurlijk nog meer. Dus we hadden ook goed gerust steeds, goed gegeten, goed gedronken. De adrenaline, elkaar moed inpraten en dan hou je dus die 15 uur hou je vol. Dat laatste stukje naar de klemping, de goede weg, wil ik graag even laten zien met de GoPro. En dat had ik natuurlijk gisteren willen doen. Maar ja, het laatste stuk ging alles mis. Ook de GoPro viel uit. Het is niet helemaal gegaan zoals we wilden. Maar ja, het is ook een expeditie, hè, zoals Gert altijd zegt. En ik laat natuurlijk nog even de prachtige klemping zien, want we zijn hier nu een aantal uren en we zitten hier op ons terras. Nou kijk, daar is het meer. We zitten hier dus op het terras. Nou ja, dat is een beetje de tent, de safari tent. Ik weet eigenlijk niet hoe het heet. Ik laat het straks helemaal van binnen zien en ik laat de klemping nog zien. Dat komt helemaal goed. Maar eerst nu even het laatste stukje op de motor. Gaan we gewoon even voor jullie nog even opnieuw doen. En ook natuurlijk voor mezelf, want ik vind het voor mezelf ook heel erg leuk om straks terug te zien hoe nou eigenlijk echt de weg is en de juiste weg. Dus mocht je ooit hier naartoe gaan, wat echt serieus een aanrader is, nu al, en we hebben nog niet eens alles gezien, dan kun je precies zien waar je langs moet. Hoe handig is dat? Natuurlijk hebben we Google Maps, navigaties, maar ja, ondanks dat rijden wij toch nog steeds wel eens verkeerd. En heb je dat ook wel eens? Of ben jij iemand die altijd direct goed rijdt? Laat het me weten, ik ben heel benieuwd. Bij ons gaat het nooit in één keer goed. Is ook wel weer het leuke, maak je nog eens wat mee. Dus we zijn trots op onszelf dat we het hebben gered, die 15 uur. En we gaan nu genieten. Maar ik laat even het stukje zien, het laatste stukje, naar de glamping. Gisteravond zijn wij in het donker verkeerd gereden. Maar dit stukje even met de GoPro, gaat ie. Ben je klaar voor Gert? Ja, ik ben helemaal klaar voor. Yeah.
Kijk, nu zijn we op de camping. Hoppakee. Ik zou dus even laten zien hoe, hoe je werkelijk moet rijden. Maar ik had ook een afslagje gemist. En dat was niet bij de rotonde. Daar moest je rechtsaf. Dat deed ik wel goed. Maar dan moest je bij een andere rotonde moest je eigenlijk een stukje naar beneden. En die zag ik over het hoofd. En ineens dacht ik, hè? Hoe kan dat nou? Hier zijn we nog nooit geweest. Dus toen reden we zo ineens toch weer wat verder. Dus als je de weg wil weten en de goede weg in één keer, dan moet je niet bij ons zijn. Niet bij Gert, niet bij mij. Maar het wordt wel leuker door, want je ziet ook weer hele leuke dingen. Mocht je motor hebben, aanraden. Er zijn nog veel meer mooie routes natuurlijk. We willen nog een rondje om het meer. En nog veel meer leuke dingen. Maar aanraden. Goedemorgen, ik ben net onder de douche geweest. En wat komt er nu aan? Goedemorgen! Wow. We krijgen gewoon weer een ontbijtje. Het is toch fantastisch? Thank you. Thank you very much. How are you? Moet je nou kijken. Croissantjes en weer lekker en weer koffie en weer lekkere sinaasappelsap, vers geperst. Wauw. Is het makkelijk? Dankjewel. See you later. Yes, thank sure. you. Thank you very much. Moet je nou kijken. Gert, wat vind je ervan? Ja, fantastisch. Dat is lekker, hè? Je krijgt er gewoon trek van. Koffie, geen Italian koffie, maar American, Americano noemen ze dat hier, hè? Ja. Vers geperste sinaasappels. Dit vindt Gert heel lekker. Bacon, ja. Bacon, croissantjes, eitje, yoghurt. Dit is dan niet normaal? En daar gaan ze weer. Oh. Ik voel me net een prinses hier. Echt, het ontbijt wordt gebracht. Je kunt natuurlijk, dat is natuurlijk niet bij iedereen, maar je kunt hier dus heerlijk ontbijten. Ik word zo verwend omdat ik ambassadrice ben van vakantiekokkoren. Dus dan krijg je even aan de extra's. En daar profiteer ik natuurlijk weer heerlijk van mij. En daar profiteert Gert van mij. Kijk, ja. Iedereen zegt Gert is zo lief. En ja. Dat is hij ook. Absoluut. Maar Gert profiteert natuurlijk ook mee. Zeker. Dus het is een win-win, zeg maar, voor allebei. Ja, win-win, het is win-win. Ik ga zo meteen even de tent laten zien. Of de tent, ja. Het is natuurlijk een tent. Tenthuisje is het. Een tenthuisje. Ja. Kijk, Gert die vult me altijd goed aan. We gaan nu eerst eten. Ik zou nog even laten zien hoe de tent, de safari tent, eruit ziet. Haar is nog lekker nat. Het is 6 uur. Het is fantastische temperatuur. Ik ben net even in het meer gezwommen. Maar de tent, daar staan we. Ik ben met Jurgen al in het Idromeer gesprongen. Dus vandaar dat hij daar hangt. Een mooi lounge zitje. De tent hebben we zo open gedaan. Het keukentje. De koelkast met vriezer. De kopjes en dingetjes. Koffiezetapparaatje. Ons koffiezetapparaatje. En nog een Lungo. Of ach, een espresso, sorry. Daar is een mooie tafel waar je met z'n vier kan zitten. Dan zit ik af en toe even te werken nog. Uitzicht op het meer vanaf hier. Vanaf daar. Dan heb je een kast waar je allemaal dingen in kan doen. Nou, dit is zeg maar de kinderkamer waar onze motorspullen staan. Hier, de deur open. Dan hebben we de badkamer. Nou, die staat natuurlijk maar allemaal met spulletjes van mij. En een prachtige douche. Dit is echt, kijk, met zo'n, oeh, zo'n hemeldouche. En hier, die is echt super luxe en heerlijk. Dat is echt helemaal top. En kijk eens, een tweepersoonsbed met een... En net daaroverheen, hoe heet zo'n ding? Ik ben het even kwijt. Een kast waar onze kleding in zit. En dat was hem. En dan zien we Gert. Hallo. En dan gaan we hier 's ochtends zitten. Een kopje koffie drinken. En dan kijken we heerlijk uit over het meer. Wie wil dat niet? Wij vinden het hier fantastisch. Zoals beloofd. De tour over de glamping boutique Lago d'Hydro. Zo zeg ik het volgens mij helemaal goed. Maar ik ga natuurlijk de link in de beschrijving zetten. Mocht je meer willen weten over deze camping of andere campings van vakantiekokkoren. Want ze zijn in een aantal prachtige plekken in Italië. Lago d'Hydro, Lago di Garda, oftewel het Gardameer. En in Toscane. Dus keus genoeg. Maar dit is een nieuwe die ik ook nog eens ga openen. Dus dat kun je weer zien op mijn Instagram. Dus... ja, misschien heb je het inmiddels gezien. Maar deze vlog is puur onze reis naar de glamping. En de tour van de glamping om even te laten zien wat het is. Spiksplinternieuw. We zijn ook de eerste bewoners van deze prachtige, maar ik weet niet meer hoe het heet.
Ik ben er heel stom in. Dit is ons uitzicht. Oh, dat schet weer. Ja, sorry. Nee, dat geeft niet. Kijk eens. Schoolbus kun je ook in logeren. En er zijn natuurlijk nog veel meer van dit soort tenten. Kijk er bovenop. Zie je dat? Ja. Wat zien we daar? En daar staan ze weer. Hier kom je aan. Kijk, dit is de ingang. Daar kom je dus aan. Hier. En dan ga je zo. Glamping boutique Lago Hidro. Plattegrond. Zie, het is niet heel groot. Maar alles is er. Lekkere kleine, vandaar ook boutique. Dat is dat het iets kleiner is ook, hè? Terras. Kijk. En dan hebben we natuurlijk Italiaans, in het Duits, in het Nederlands en in het Engels. Spotty, dat is de mascotte natuurlijk. Spotty is de mascotte. Nu het mondkapje op, want we gaan even naar binnen. Ik wil even naar binnen laten zien. En dit is de receptie. Kijk eens, dus hier kun je je aanmelden. Hi! Ze spreken hier trouwens Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans natuurlijk. Dus dan gaan we hier even naar het winkeltje. Kijk eens. Kapje natuurlijk weer af, want ik ben buiten. Dus Luca, die verwelkomt je. Nou, wie wil er niet verwelkomd worden door Luca? Nee, maar echt superleuk. Het is zo stijlvol ingericht. Aanraden. Of je nou kleine kinderen hebt, of je komt hier voor je rust, of je wil gewoon genieten van de omgeving, mooie tochtjes maken. Dat gaan wij ook nog doen. Ik weet niet hoe het met jou zit, Gert, maar ik ben... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er wel van onder de indruk, zelfs hoe mooi ik het vind. Ja, ik heb natuurlijk alleen Il Cabiano gezien. En dat vond ik al fantastisch, maar ik vind, ze hebben hier weer wat prachtigs van gemaakt hoor. Ja. Maar goed, en je weet, ik ben helemaal gek van die tenthuisjes waar wij in slapen. Dat vind ik echt fantastisch mooi. Ja, ja, je kunt dus hier kamperen, dus gewoon met je tentje. Je kunt luxe kamperen, oftewel, daarom is het ook een glamping natuurlijk. Nou, zoals ik al zei, dat, maar ook... Daar zit ook airco in. Ja, chaletjes zijn het eigenlijk. Chaletjes. Ja, voor deze vlog moet ik echt even afsluiten nu. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Laat weer weten wat je ervan vond. Ik ga verder genieten. Hou me ook op mijn Instagram bij. Daar maak ik ook altijd stories die je kan volgen over de omgeving. Of als we met de motor weggaan of wat ik ook doe. Dus vergeet me niet te volgen op Instagram. En natuurlijk te abonneren op dit YouTube kanaal. En blauwe duimpje, niet vergeten hè. Heel erg bedankt voor het kijken. En mocht je op vakantie gaan naar een van de glampings van Vakantie Colcuore in Nederland. Of in Italië, zoals wij nu hebben gedaan. Laat het me dan weten. Stuur me een DM. Ik ben heel benieuwd. Ik deel het dan natuurlijk op mijn story. Als jij ook bij een van de glampings bent geweest. Ik vind het namelijk super leuk. Ik ben
heel trots erop dat ik ambassadrice mag zijn. Echt super trots, want dit is niet zomaar even een glamping. Dit is een topglamping. Dus laat het me weten. Ik ben heel benieuwd. Tot de volgende video. En hier nog even een heel klein stukje, een impressie van het uitzicht dat we hebben. Dag!